dacht ik al van dit zijn de dingen die we als branche nodig hebben om de discussie over een aantal zaken op gang te brengen. Ik ben in ieder geval erg trots op dat een van de medewerkers van het Muziekcentrum Nederland op deze manier die kennis doorgeeft. En ik ben ook heel blij dat Miranda bij ons werkt als hoofd van klassiek en eigen tijds. Miranda, ik wil jou graag het woord geven om het verder in te leiden. Dank je. Ik had afgelopen vrijdag had ik een interview bij Radio 4. Daar werd er mij gevraagd van, goh, ben je eigenlijk niet wat te laat met je boek? Ben ik helemaal niet te laat met het boek, sterker nog, ben ik precies op tijd. Want de Raad voor Cultuur is zich inderdaad over de aanvraag aan het buigen. Sterker nog, de commissie orkesten van de Raad voor Cultuur is vanmiddag bij elkaar om te praten over de aanvragen. En ik heb gehoord dat tenminste één van de leden van de commissie nog probeert om hier naartoe te komen als ze op tijd klaar zijn. Dus wie weet, ik weet niet of dat dan een goed teken zal zijn of een minder goed teken, maar we kunnen misschien nog één of meerdere leden van de commissie verwachten. Ik wil juist met dit boek een bijdrage leveren aan het debat, zoals wat we vanmiddag hier gaan voeren. En wat ik nog belangrijker vind, ik wil graag wat nuance aanbrengen in het thema. Ik vind dat er eigenlijk veel te gemakkelijk gezegd wordt van ja, in de Verenigde Staten kunnen orkesten zonder subsidie, we kunnen vast wel veel bezuinigen op de orkesten. Moeten we wel zoveel orkesten hebben in Nederland? Dus dat veel van die uitspraken misschien waar zijn, maar dat er ook altijd een tegenkant is en dat die vaak ook waar is. Ik was van plan om veel eerder mee klaar te zijn, dus ook al veel eerder deze boekpresentatie te hebben. De ene reden was de wisseling van baan. Vorig jaar zomer ging ik bij NCM werken. Nou, dat brengt natuurlijk wat gedoe en inwerken en tijd met zich mee. Dus dan een veel belangrijkere reden nog. Was veel ingrijpender. Vorig jaar kregen we allebei mijn ouders een ernstige ziekte te verwerken. En die kwam zomaar uit de lucht vallen en dat gooide voor ons flink het leven door elkaar. Voor hen natuurlijk, maar voor ons als familie en bekenden ook. Dat was voor mij eigenlijk een moment waarop ik dacht, weet je, laat maar, ik ga helemaal niet verder met dat boek. Dus ik wilde er eigenlijk toen mee stoppen. En toch merkte ik juist op dat moment een bepaalde vastberadenheid om toch dat debat te willen voeren. Juist nu, er wordt te weinig over gepraat, er is te weinig nuance. Het gaat niet alleen maar over bezuiniging, het gaat over keuzes, over richtingen, over meningen. En daar is nou juist wel behoefte aan. Mijn ouders die waren ondertussen keihard bezig om zich door alle ellende heen te slaan. En daar zijn ze nu eigenlijk nog sterker uitgekomen dan ooit tevoren. Ik ben er ook onwijs trots op dat ze hier gewoon allebei zitten, stralend en sterk. Eigenlijk, dat is het bruggetje wat ik daarin wil maken. Eigenlijk wens ik dat juist de orkestensector ook doen. Natuurlijk een moeilijke periode, bezuinigingen, maar wel ook een toekomst om voor te vechten en een toekomst die heel erg waardevol is. APPLAUS